Zo, kijk, ik vind wel dat alle journalisten en alle wijsneusjes aan tafels... Oh jee, dat, maar daar ben jij niet, hoor jij niet bij? Daar hoor ik niet bij. Oh, nee. De rest wel. Oké, nee, even, ja. Even voor de duidelijkheid. Nee, ja. Maar die hebben hun mond vol over wisselen. Maar die Ten Hag is niet een jongen die als een soort voetbalonbenul in het leven staat. Die denkt er echt over na. Ja. En wat, als hij niet het idee heeft dat een wissel een betere Ajax gaat opleveren, dan wist hij die niet. Want die mensen op de bank zitten er niet omdat ze de beste spelers van de selectie zijn, natuurlijk. Je moet niet vergeten dat ze zitten daar ook nog. Je moet niet vergeten dat ze zitten daar gewoon nog aan het begin van het proces. Hè? Ja, dat is wel zo, ja. En aan het begin van het proces moet je zo weinig mogelijk wisselen. Ja. Dan moet je gewoon een vast elftal. Pas als je dadelijk iets verder in het proces bent. Maar Erik, iets van opportunisme, had dat misschien gewerkt? Nou, aan het begin van het proces werkt dat dus niet. Oké. Okay.